القسم الثاني من هذا المتن المبارك لماذا ندرس التوحيد؟ التويده gedeelte van dit schrijfwerk, dus de قواعد الاربع, waarom bestuderen wij التوحيد, monotheïsme? لا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عمل الا بالتوحيد. Allah accepteert geen daad behalve middels tawhid, middels het monotheïsme. ولا يدخل الجنة الا موحد. En niemand zal het paradijs binnentreden behalve een monotheïst. الشرك اذا دخل في العباده افسدها. Polytheïsme, als het gemengd gaat met de aanbidding, dan wordt deze onnietig of nietig. الان انت تصلي. Jij bent nu bijvoorbeeld aan het bidden. تحرص في الصلاه انه لا يخرج منك ريح لا ينتقض الوضوء. Ja. Je doet je uiterste best om te voorkomen dat je een wind laat tijdens het gebed. لماذا? Zodat jouw rituele wasje niet kwijtraakt. Waarom? Waarom deze scherpte? لأن الوضوء إذا انتقض بطلت الصلاة. Want als jij je wudu kwijtraakt, is jouw gebed ongeldig. أخطر من هذا الشرك إذا دخل في العبادات أفسدها. En erger dan dit is als jij de aanbidding vermengt met polytheïsme, met shirk, dan maakt hij deze totaal onacceptabel. وإذا مات نسأل العافية السلامة على الشرك الأكبر فالله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر إذا مات عليه. En als iemand komt te overlijden in deze toestand, dus als een polytheïst, dan wordt dit niet bij Allah Azza wa Jal vergeven. وإذا تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. Maar indien hij oprecht berouw toont voordat hij komt te overlijden, dan zal Allah Azza wa Jal zijn berouw aanvaarden. فلا بد أن نتعلم التوحيد. En daarom dienen wij het tawhid te bestuderen. ونعمل به. En ernaar te handelen. وندعو إليه. En ernaar uit te nodigen. ولا بد أن نتعلم الشرك. En dienen wij ook polytheïsme te kennen, te bestuderen. حتى نحذر منه ونحذر منه. Zodat wij ervoor uitkijken en ons tegen beschermen en anderen op adviseren en onderwijzen. وحتى لا تبطل أعمالنا والله أعلم. En anderen waarschuwen en zodat onze daden niet onvruchtbaar worden gemaakt.